U kijkt naar Spakenburg nu met de volgende onderwerpen. Mini-triathlon, onthulling kunstwerken Het Wilde Oog, opening Bij Ons, visserijdag, Huis van Overwinning. Het is een traditie geworden dat op Prinsjesdag in Bunschoten een mini-triathlon wordt gehouden. En wie sprak daarover met Amelita Kamerman. Amelita Kamerman, Prinsjesdag komt weer in zicht. En dan denk ik meteen aan jou, aan jullie. Wat gaat er gebeuren? Nou, op 19 september, tijdens Prinsjesdag, dan houden we onze mini-triathlon. En dat doen we dit keer voor de 25e keer. Dus de 25e editie van de mini-triathlon. Ja, helemaal geweldig. Ja. Wat een bijzondere dag zal dat worden. Want ik denk dat jullie ook wel bijzondere dingen op het programma hebben. Ja, klopt. Nou, we hebben in ieder geval de opening is door Peter van Asselt. Want die doet ook in die week, dat is de sportweek voor ouderen en voor jong en oud. Ja, om mensen te stimuleren om te gaan sporten. Ja, dus ook in Bunschoten zijn er diverse activiteiten. Nou, we starten natuurlijk bij Agilitas gaan we leuk sporten. Dus de mannen gaan fitness en de vrouwen social fit. Nou, daarna is het natuurlijk een wat lekkers, een gebakje ter ere van de 25e keer. Dus lekker een kopje koffie erbij. Koffie erbij en gezellig. En dan, daarna is er een fietstocht. En deze keer gaat de fietstocht helemaal naar Eemnes, dus met het pontje over. Superleuke tocht ook, echt een pittige tocht. En eventueel als mensen niet kunnen fietsen, dan kunnen ze eventueel nog meedoen met een wandeltocht. Die hebben we ook. Nou, dan gaan we daarna lunchen en natuurlijk naar de troonrede kijken. Dat hoort erbij, ja, hè? Dat hoort erbij. En hoe gaat dat? Hebben mensen commentaar of zitten ze stilletjes te luisteren? Ja, hoe dat werkt is ook dat? Heel leuk om te zien. Sommige mensen die vinden het heel interessant. Die zie je ook echt wel goed opletten. En er wordt natuurlijk ook gekeken naar de hoedjes van de dames. En er zijn ook wel wat mensen die af en toe een dutje doen. Dus dat kom je ook tegen tijdens de mini-triathlon. Ja. Moe van alle activiteiten. Even indutten. En daarna gaan we natuurlijk wel weer verder. Want dan hebben we op het programma staan dat we naar de Jeu de Boule vereniging gaan. En dan gaan we 's middags, bij goed weer natuurlijk, gaan we buiten Jeu de Boule. En mocht het weer niet goed zijn, kunnen we binnen in de hal Jeu de Boule. En daar kunnen mensen ook echt leuke prijzen mee winnen. Dus altijd wel een beetje prijzen winnen, toch? Of ja, is dat nu bijzonder? Maar nu is het wel wat bijzonderder natuurlijk. Hebben we er wat extra prijzen bij gedaan. En de mensen die deelnemen aan de mini-triathlon, die kunnen ook een hele mooie goodiebag krijgen. Oh, dat hoort er leuk. Ook nog bij. Met ja, allerlei leuke spullen gesponsord. Echt feestelijk. Ja. Ja, nou heb ik nog in gedachten dat er ook wel altijd een stukje zwemmen was. Waar is dat gebleven? Nou, dat zwemmen, dat was natuurlijk heel in het begin. Gaven de mensen zich op om te zwemmen. Maar ja, er werd steeds minder. Mensen vonden het toch niet zo fijn om 's ochtends vroeg al te gaan zwemmen. En nat kom je eruit natuurlijk en dan de volgende. Ja, en we hebben nog een keertje volksdansen ook ertussen gevoegd. Maar op een gegeven moment zijn we toch wel overgestapt op dat social fit. En dat vinden mensen hartstikke leuk. En het is natuurlijk toch, ja, je gaat echt allemaal lekker bewegen. Het is wel belangrijk gewoon. Ja, ja dat is duidelijk. Dat ook een doel is om mensen aan het bewegen te krijgen. Ja. Na Jeu de Boule, wat is er dan nog mogelijk? Ja, na de Jeu de Boule kunnen mensen eventueel ook nog inschrijven voor het diner. Dat is een warm-koud buffet bij Twist. Dat is ook altijd heel gezellig hoor. Het merendeel van de mensen gaat daar toch ook aan meedoen. Even dat staat los eigenlijk hè, van de mini-triathlon. En tijdens dat diner wordt ook het buurtplatform Boeiend Bunschoten gelanceerd. En dat is een heel leuk platform. Daar zitten verschillende organisaties, maar ook mensen van buurtverenigingen. Eigenlijk is het open voor iedereen die in Bunschoten, Spakenburg of Eemdijk woont. En die kunnen allemaal opkijken. Dus het is echt een website eigenlijk. Ja, nou ja, ik neem aan passend bij de boei dat het ook laagdrempelig is. En wat kun je er allemaal mee? Ja, je kunt er je vragen op stellen, maar je kunt bijvoorbeeld ook leuke activiteiten erop lezen. Als je denkt van, goh, ik ben alleen, wat kan ik eens doen vandaag? Nou, klik je daarop en er staan allerlei leuke activiteiten op die je kunt doen. Nou, verder gaan we er niet op in. Nee. Want als het gebeurt, dan komen wij om het helemaal goed te horen van jullie. Ja. Ik dank je wel. Graag gedaan. Donderdag werden er in de Oude Schans kunstwerken van Het Wilde Oog onthuld.
Henny was erbij. Nou, Hans en Inge, hier staan we weer na enige tijd. We gaan zo meteen twee hele mooie foto's onthullen die buiten zijn opgehangen in het kader van Duurzame Diva's in Eemland. Nou, Hans, jij kunt dat vast heel goed toelichten wat dat inhoudt. Nou, het was onze wens om de diva's duurzaam te maken. En dan kan je wachten totdat musea foto's gaan kopen, maar dan kan je wachten tot je ons weegt. Bovendien vinden we het fijn dat het in de openbare ruimte komt te hangen. En de diva's zijn vergroeid met Eemland. Dus dat is met Barend, Soest, Amersfoort en Spakenburg. Ja. Want ik heb begrepen dat er 8 foto's zijn die over deze 4 plaatsen verdeeld worden. Inge, kun jij iets vertellen over hoe dat zo... Nou ja, hoe... Laat ons maar even vertellen. Ja, hoe dat, dat is met een idee begonnen, toch? Ja. Waarom 8 foto's, waarom 4 gemeentes? Nou, 1 vonden we weinig. Eentje in Baren en 1 in Soest, dus 2 vonden we een mooi getal. We vonden het leuk om zo divers mogelijke locaties ook te vinden. Daar hebben we ook inspraak gevraagd aan de bevolking. En dat is gelukt. Er komt een foto in Contact der Continenten, wat een conferentieoord en een hotel is. Er komt een foto in het gemeentehuis. Er komt een foto op het paleis. Er hangt al een foto in een ziekenhuis. En hier lekker in de openbare ruimte, ja, in het centrum. Ja. Want in Amersfoort hangt hij dus inderdaad in het Meander ziekenhuis. En hier hangt hij dus om de hoek bij de bibliotheek. Dus in het steegje tussen de viswinkel en de bibliotheek. En bij het... pleinhuisje, ja, tussen de 2 pleinhuisjes. Dus daar kunnen de mensen naartoe om de foto te bekijken en een mooie tekst. De diva's laten stralen in hun geboorteplaats. Laten vlammen in Baren, Soest en Amersfoort. En in bloei laten staan in Utrecht, Veenendaal, Houten, Breukelen, Maarsen. Dat is een wens van Inge en mij. Duurzame diva's. Waarom? Omdat zij het verdienen. Waarom? Omdat wij het verdienen. Is dit de final chapter na zoveel jaar Spakenburgse diva's? Wat, Nou, wij kunnen gewoon niet stoppen, hè, Hans. Wij gaan gewoon door. Dus we hebben steeds wel het idee van, nou, we gaan stoppen. Maar we vinden het wel mooi, het idee dat we eigenlijk recyclen, eigenlijk. Dus dat al het materiaal wat we hebben uit de geschiedenis, dat toch weer in de openbaarheid komt. Want het is echt zonde als dat gaat verdwijnen. Dus vandaag zijn we alweer bezig geweest. Wie weet dat we toch nog in provincie Utrecht ook weer doorgaan. Want we hebben daar zoveel plaatsen bezocht en prachtige foto's gemaakt. Dus we willen graag onszelf en anderen ook verblijden met onze foto's. Maar de Spakenburgse diva's... Is dat hiermee, zeg maar, afgerond met dit? Of zeg je, nee, dit is een open eind? Het is een open eind. Want eigenlijk zijn we naast wat Inge beschrijft... Dus we proberen nog op 7 plaatsen in Utrecht ook nog 2 foto's te hangen. Dan zou het totale aantal op 22 foto's komen. En dan ben je echt Utrechts erfgoed met kunst, erfgoed kunst. Ja. Maar we hebben, en dat is misschien wel een kleine secret... We hebben in de loop van de... 22 jaar, ook allerlei andere groepen, publieksgroepen, verblijd met een element van Spakenburg. Dus bijvoorbeeld hele oude punkers. Volgende week hebben we in Soest, bij de vliegbasis, hebben we hele leuke Surinaamse trommelaars. Die krijgen een heel klein element, dat het geen carnaval wordt, maar dat ze wel het erfgoed van Spakenburg op de wildkijk- en lenigdenkmanier... Ja. Aankrijgen. En dat is een hele serie, dus daar gaan we ook weer iets mee doen. Ja, en dan komen natuurlijk aldoende, komen er steeds weer nieuwe ideeën. Want in de uitnodiging las ik dus ook dat jullie dus inderdaad die Spakenburgse dracht in een andere context weer verder laten leven. Ja, ja, en we zijn uitgenodigd, dat vinden we heel leuk, in Polen, in de Warschau, om namens de Nederlandse ambassade... ook iets te gaan doen. Dus dat is voor ons in die zin heel erg leuk. We zijn ooit begonnen in Tokio. Zijn we uitgenodigd door Japan. En nu is de Nederlandse ambassade, dit is zo bijzonder. Dus gaan we volgend jaar zomer waarschijnlijk naar Warschau om daar foto's op te hangen. Ja, misschien een moeilijke vraag, weet ik eigenlijk niet. Wat heeft het voor jullie betekend, dit hele project? Denk je daar wel eens aan? Zo van, wat heeft het eigenlijk met me gedaan of wat heeft het me gebracht? Oeh, goeie vraag. Ik denk sowieso rijkdom over... Ik heb ook best veel gereisd en dan was ik altijd op zoek naar andere culturen die mij iets zouden brengen. En dan denk ik, heel dichtbij hebben we ook een cultuur, een levend cultureel erfgoed ook nog.
En ja, dat is heel rijk. Dus ik merk ook dat het mezelf meer op de grond zet in gedachtegoed, in wat kleuren betekenen, in alles. Dus ja, rijkdom eigenlijk in ziel en zaligheid. En jou, jij Hans? Nou, dat ik en Inge het lef hebben gehad om ons met één project te verbinden in een tijd waarin het nieuw, weer iets anders. Dus, en dat verdieping geeft. Dat het dus niet eventjes één projectje is geweest, maar dat je denkt, er zit diepte in, je beperken tot één aspect als het je raakt. Mm-hmm. Ja. Dus jullie zijn in mijn ogen, en ik denk niet alleen in mijn ogen, maar echt van onschatbare waarde. Hier voor het dorp, voor de Spakenburgse diva's, voor het cultureel erfgoed. Dus nu vraag ik me af, zijn jullie eigenlijk al geridderd? Ja. Wat een leuke vraag. Nou ja, misschien kijkt de burgemeester er ook naar. Wat een leuke vraag. Melis, even onthouden. Ik heb daar nog nooit aan gedacht, heel eerlijk gezegd. Ja, ik vind het wel een hele leuke sluikreclame om het zo te noemen. Ja, okay. Maar ja, weet je, Hans en ik zijn met z'n tweeën, dat hebben we wel eens vaker gezegd. Dus wij zijn altijd bezig, dus niet bezig met ridderen. En erkenning krijgen is natuurlijk ook heel relatief. Je moet het vooral binnen jezelf houden, dat vind ik echt heel elementair. Ja. Ja. Maar toch, soms is het wel fijn om een aai te krijgen. Als jullie iets uitstralen, dan is het dat, hè? Dat je dat echt met hart en ziel gedaan hebt. Nou, dan gaan we zo op naar de onthulling. Dankjewel. Dankjewel. Ik ben aan het opruimen. Ik heb behalve heel veel materiaal van het lesgeven op allerlei kunstacademies ook heel veel mappen met de diva's, dat snappen jullie wel. Subsidies en... Maar toen kwam ik één brief tegen en toen dacht ik, ga het toch voorlezen. De heer H. Lemmerman en mevrouw Yves van Run. 16 september 2008. Zeer geachte heer Lemmerman, zeer geachte mevrouw van Run. Gaarne zeg ik u, op verzoek van Hare Majesteit de Koningin, veel dank voor uw vriendelijke brief en voor de bijzonder aardige documentatie die u haar daarbij deed toekomen rond uw project met de dames Koelewijn uit Spakenburg. Het is een heel originele en geestige serie foto's geworden als resultaat van een bijzonder en met zorg uitgevoerd initiatief. Met de toezending heeft u de koningin zeker een plezier gedaan. Namens haar wil ik u en de dames Koelewijn met deze serie portretten en mogelijke toekomstige samenwerking graag veel succes toewensen. Nogmaals veel dank en gevoelens van de meeste hoogachting. Ik vond het toch leuk. Ja, wil je een plasje? Ja, ik kan Zeg ook. Zaterdag was de visserijdag. En hoewel we er al uitgebreid aandacht aan hebben besteed, willen we u toch nog een keertje laten genieten van prachtige sfeerbeelden. Voor de vangst, dat doe je visser niet aan, ben Johannes Blokhuis. Ik ben Hannes van Bont en ik vaar op mijn botten de Zuiderzee. Ik sta hier nu. En ik ben eigenlijk een beetje van mijn apropos. En dat komt omdat het bestuur van de Bruine Vloot net aan mij die fantastische Bojak-bokalen geven heeft. Ik ben glad in de duist. En ook wel zo dat ik haast had te trillen op de grond. Loes, wat heb je een mooi wasje hangen. Zijn het originele boezeroen? Ja, zeker. Die zijn heel oud. Eén met dat ruitje. Dat is een vissersboezeroen. En die effe is van de boeren. Van de voorouders van jou? Van mijn voorouders. Dit.
schoondochter. Uit welk jaar is jullie klederdracht? Ik denk dat voor mij zo rond 1900 is. Het is niet helemaal origineel, maar ik vind het gewoon heerlijk zitten. Maar dit droegen ze rond 1900, denk ik. Ja, het zal wel niet helemaal goed zitten. Zonder kraplap. Dus. En jij? Ja, ik heb ook geen kraplap, een kroplapje. En deze dracht werd gedragen rond begin 1400. En ik ben in een soort lichte rouw. Jij bent ook een echte Spakenburger? Nee, ik ben geen echte Spakenburger. Wij wonen wel 14 jaar aan de haven. Ja. En je bent waarschijnlijk een van de allerlaatste kuven die gedaan wordt vandaag, denk ik. Het glas is gespoeld in de helderste water. Ja, het is daar nu in het café. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk. Visserijdag werd ook een bijzondere cadeauwinkel geopend. In deze winkel worden artikelen verkocht die met veel aandacht en liefde door mensen met een beperking worden gemaakt. Jannie, cadeauwinkel Biongs. Geen gewone cadeauwinkel. Nee, inderdaad, geen gewone cadeauwinkel. Het is een cadeauwinkel die wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. Ze verkopen dus leuke cadeautjes die ze zelf maken of waar ze nog een finishing touch aan doen. En we hebben ook een team van mensen die ze natuurlijk ondersteunt. We hebben vrijwilligers die op vrijdag en zaterdag komen helpen. Daarnaast is er altijd ruimte voor vrijwilligers en eventueel ook voor mensen die op zoek zijn naar een leuke baan. En is vandaag officiële opening? Ja, vandaag om 10:00 was de officiële opening. Peter, iemand die hier werkt, die heeft de winkel geopend. Ja, het lintje is doorgeknipt, dus we zijn gestart. En de openingstijden? De openingstijden zijn van 10:00 tot 4:30. Wij starten iets eerder, maar dan kunnen we eerst even rustig een kopje koffie met elkaar doen. Even de winkel netjes maken. Dus mensen leren ook zeg maar, de kassen bedienen. Stoffen, zuigen. Dus dat doen we allemaal voordat we open gaan. Wat verkopen we onder andere? Ja, leuke zelfgemaakte theedozen, die hebben we gebrand met het logo van Biongs. En de naam Biongs vind ik zelf wel heel goed gevonden. Klinkt misschien heel verwaand, maar Biongs betekent in het Nederlandse taal bij ons. Dus kom bij ons kopen, kom bij ons werken. Ja, kom Biongs. En is het een beetje te vergelijken met de wereldwinkel? Wereldwinkel komt volgens mij heel veel artikelen in van, speciale producten. Wij hebben heel veel artikelen die gemaakt worden door mensen met een beperking.
Wij hebben zelf ook dagbestedingen waar we het ook weghalen. Want we kunnen zelf natuurlijk niet alles maken. Daarnaast hebben we een hele mooie geurlijn. Dat wordt weer ingepakt door mensen met een verstandelijke beperking. Dus overal raakt het zich, zeg maar wel. En er zit ook een atelier bij, zag ik? Ja, er zit ook een atelier bij. Want overdag zijn hier ook een aantal mensen aan het werk. Die houden zich dan bezig met krukjes schilderen, kaarten maken, kaarten inpakken. Daarnaast, misschien ook wel leuk om te weten voor de inwoners van Bunschoten-Spakenbrug, hebben we ook heel veel gepersonaliseerde dingen. Denk aan een leuk koffertje als je op kraamvisite gaat. Denk aan een leuk shirt. Ik word grote broer, ik word grote zus. Of hoera een baby. Ook daar hebben we weer een leuke lijn in. Keeltje, deretje. Ja, ook heel veel dingen gewoon heel leuk in het dialect. Maar ik zou zeggen, kom kijken, want het is gewoon te veel om op te noemen. Rick Koelewijn woont in Zuid-Afrika met zijn vrouw en 4 kinderen. Ze hebben daar Huis van Overwinning opgericht. Rick vertelt zelf wat dat inhoudt. Hallo, mijn naam is Rick Koelewijn en samen met mijn vrouw en 4 kinderen wonen wij in Rodepoort, Zuid-Afrika. Wij geven hier leiding aan een gemeente. Wij kunnen getuigen dat de kracht van God en de liefde van God al vele levens, zowel hier als in Nederland, veranderd heeft. Ook kunnen wij getuigen dat de kracht en de liefde van God ons leven veranderd heeft. In ons leven zijn we tegen verschillende reuzen aangelopen. Maar de kracht en de liefde van Jezus is altijd groter. Als we kijken naar het verhaal van David en Goliath, dan zien we dat David zegt tegen Goliath: jij komt naar mij toe met zwaard, speer en werpsies, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere, de God van Israël, de Heere van de legermachten. En we weten allemaal hoe dit verhaal afliep. Goliath werd verslagen en David behaalde de overwinning. Naar aanleiding van dit verhaal is ook Huis van Overwinning ontstaan. Wij willen onze tijd en onze hulp en ons gastenverblijf beschikbaar stellen om u te helpen. Loopt u tegen reuzen aan in het leven? Het zij verslaving, het zij relatieproblemen, het zij depressie, het zij burn-out. Er is geen reus te groot of te sterk voor koning Jezus. Nogmaals, we hebben al vele levens zien veranderen door de kracht en de liefde van God. En geloof me, de reuzen die wij in ons leven tegengekomen zijn, waren behoorlijk groot. Maar als Jezus mijn leven wilde veranderen, wil hij uw leven veranderen. Het idee van Huis van Overwinning is als volgt. U kunt hier komen en samen gaan wij de leiding van de Heilige Geest zoeken. Wat zijn de symptomen? Wat is de oorzaak van het probleem? Waar ligt de wortel van het probleem? Soms ligt de oorzaak van het probleem veel dieper dan dat we zelf kunnen bedenken of beseffen. Maar als de Heilige Geest ietsje openbaart, wijst de Heilige Geest je altijd naar Jezus en Jezus wil altijd herstel brengen. Nogmaals, loopt u tegen reuzen aan in uw leven? Kijk dan eens op www.huisvanoverwinning.nl. Misschien wilt u samen met ons het probleem aanpakken. Nogmaals, ik geloof, samen met Jezus is geen probleem te groot. De opbrengst van Huis van Overwinning gebruiken wij vervolgens weer om onze kerk hier te ondersteunen, om nog meer levens te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Ook kunt u kijken op www.derok-podcast.com. Daar doen wij wekelijks Bijbels onderwijs opzetten, waarvan wij geloven dat het uw leven gaat veranderen. Nogmaals, blijf niet te lang lopen met de problemen waar u al zo lang mee worstelt. Samen met Jezus is alles mogelijk. Wilt u een reus verslaan in uw leven? Wilt u even tot rust komen? Heeft u tijd nodig om tot uzelf te komen? Iedereen van harte welkom bij Huis van Overwinning, hier bij ons in Rodepoort, Zuid-Afrika. www.huisvanoverwinning.nl of www.derok-podcast.com. Blijf niet langer lopen met uw probleem. Wij hopen u snel te zien in Zuid-Afrika om samen de leiding van de Heilige Geest te zoeken om het probleem aan te pakken. Jezus is altijd groter. Tot snel in Zuid-Afrika. Dit was Spakenburg nu. U kunt donderdag weer kijken naar Buitenspel.
Het voetbalprogramma waarin de verrichtingen van de lokale clubs besproken worden door een panel. Vrijdag kunt u nog een keer kijken naar een reportage over de eerste Spakenburgse dag. En zaterdag de herhaling van Spakenburg Nu. Zondag weer Los op Zondag op de uren van Bunschoten en maandag Uit de Oude Doos. Dinsdag kunt u nog een keer de nieuwe Bavikschool bewonderen en dan is woensdag weer tijd voor Spakenburg Nu. Wij wensen u voor vandaag nog een hele fijne dag. Dag!